afzetten. Hé, waar staan liggen die op? Kom. Ja. Kom op, okay, hè, kom op, hè. Oh, dan is er toch een heel sterk. Dan moet een t-shirtje oh, dan moet iemand zijn. Ja, 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 dat is te koud. Ja, iedereen redt het. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, dat klopt. Ik zou ook al... Ik zou misschien wil je dat zelf niet. Ja, maar dan moet het oh, bitter. Voor de vochtopname. Ja, natuurlijk. Ook met iedereen. Oké, okay, Niels, hè, kom op, hè. Lekker doordraaien, hè. Gaat goed, kom op. Ja, dan komt die jongen nou hier, Rob, hoe heet je ook alweer, die ja, op de kanker rondloopt, die ja, er was zijn begeleider, die deed dat, ja, ja, en die jongen ja, zijn teruggetrokken natuurlijk. En... Oké, okay, Edwin, kom op. Oké, Paul. En het nummer 800, Martin Flutsen van de AV Weert. En dan hebben we ook de nummer 21 van het klassement van de zo, hè? Competitie. Goed zo, Martin! Die al aan kom ons op, zien passeren. Ja, hier wordt heel hard gewerkt door deze mannen. Bas Onrust. Het tenue van Scopias, het nieuwe tenue van Scopias. Kom op, Bas! Komt hier aan om voorbij. Met het nummer 684, dat is Wouter Eysen. En daar zijn ze weg, onze jonge meiden en meisjes C. Voor hun wedstrijd, twee rondjes. Onder je shirt. En dan hebben ze hier straks met de jury toch wel een beetje een probleempje mee. Aan de leiding ging met Zeveningen Steffi Schelen. Zij gaat toch al aan de leiding in het tussenklassement. En dan wel zo'n Lauw van de loopgroep Deurne op een tweede plaats. Ja, je hebt mooi voor op. Even voor 4 en 9.
tegen met de armen, wat blijft erbij en ze horen het ook. Een mooi lang gerekt peloton met allerlei kleurtjes van alle verenigingen hier uit de regio. En dan komt nog een van de kleintjes die is de kant heen.